ben zwanger! Wat was er eerst? De zwangerschap of het idee? De zwangerschap. Ja hoor, het is niet zo dat ik zo erg voor mijn werk leef dat ik dacht, nou en nu ga ik zwanger worden voor een programma. Ik was zwanger en toen kwam eigenlijk gelijk het idee, hoe leuk zou het zijn als we een nieuwe serie konden maken. Ik ga eigenlijk alles doen wat een zwangere vrouw normaal dan doet, alleen dan in Amsterdam-Zuid. Dus dat is allemaal net iets overdrevener en meer met een knipoog en op z'n Bridget. Is het anders om mama te worden in Amsterdam-Zuid dan in Veendam? Ja. Absoluut. Als je buurvrouw in een hele mooie SUV rijdt en jij komt erachter dat jouw kinderwagen niet in die Porsche past, moet je ook in zo'n auto gaan rijden. En jij moet ook zo'n nepbondje voor in de maxicozy van €400 die alleen bij Sterren en Tel te koop is, omdat de rest het ook heeft. Dus het is zeker anders dan dat je in Broek in Waterland een kind ter wereld zet. Ja. Er zijn termen gevallen als pufcursus en inknippen. Zijn dat dan dingen waar je denkt van, oh, dat wil ik helemaal niet horen? Nou, in het begin natuurlijk wel, maar op een gegeven moment als je 8 afleveringen maakt, denk je, ja, dat is eigenlijk het gewoonste zaak van de wereld, dat inknippen. Dat hoort er gewoon ook bij. Kan je op zo'n moment echt geen reet schelen als dat kind er maar uit kan. Elke maandagavond om 9:30 op RTL 5, hoe word ik mama in Amsterdam-Zuid? Kijk het dus.